De 4 mijl van 2015 is dit jaar bij de mannen gewonnen door Yomi Kichelka. Bij de dames was het net als vorig jaar Viola Kibiwot. Natuurlijk doen ook duizenden recreanten en bedrijvenlopers mee aan de 4 mijl. En wij gaan even kijken hoe zij het hebben volbracht. Hallo, hoe ging het? Oh, vermoeiend, maar ik heb het gered. Samen over de streep gekomen? Ja. Ja, ik ben er blij mee. Wat was het afzien? Vorig jaar heb ik de finish niet gehaald. En nu wel? 100 meter voor, ja. Dus het is een extra prestatie. Jij bent de eerste, een van de jongeren die ik hier over de finish zie gaan. Met wie was je? Ik was met mijn vaders bedrijf aan het meelopen. En op het einde liep hij nog van me weg bij de eindsplitje. Maar het ging wel goed voor mijn gevoel. Ja, want je hebt dus nog lang vol kunnen houden met al die volwassen mensen hier. Ja, en ik werd ook al aangemoedigd van. Want we zeiden gewoon onbekende mensen, zeiden zo van, hé jongetje, zet hem op. En dat gaf ook wel een kick. Hoe was het? Geweldig. Gezien mijn leeftijd. Ja, want hoe oud bent u? 73. En nog steeds in een topconditie? Steeds topconditie. Maar dat komt, ik heb een goede vrouw, hè. Dat is het geheim. Daar blijf ik jong bij. Ik kan in ieder geval zien dat u er vandaag alles aan heeft gedaan om er goed uit te zien tijdens deze 4 mijl. Ja, absoluut. Ja. Als Dame Edna heb ik gelopen met mijn varkentje. We hebben meer dan 1000 euro opgehaald voor het goede doel. Want daarvoor hebben we gelopen met elkaar. Voor het Jeugdsportfonds. Daar gaat het om. Zodat ook de jongeren die er geen geld voor hebben, absoluut, mee kunnen sporten. Absoluut, dat is de doelstelling geweest. En wij hebben 1000 euro bijgedragen. Even over de loop zelf. U heeft die 4 mijl voltooid. Ja. Wat waren de reacties zo op uw mooie outfit? Ja, heel veel. Dame, ziet er goed uit. En dat soort dingen meer. Lekker ding. Nee hoor, prima. Ik heb het met plezier gedaan. Sommige mensen nemen een borreltje achteraf. Maar de 4 mijl van 2015 is dit jaar bij de mannen gewonnen door Yomi Kichelka. Bij de dames was het net als vorig jaar Viola Kibiwot. Natuurlijk doen ook duizenden recreanten en bedrijvenlopers mee aan de 4 mijl. En wij gaan even kijken hoe zij het hebben volbracht. Hallo, hoe ging het? Oh, vermoeiend, maar ik heb het gered. Samen over de streep gekomen? Ja. Ik ben er blij mee. Wat was het afzien? Vorig jaar heb ik de finish niet gehaald. En nu wel? 100 meter voor, ja. Dus het is een extra prestatie. Ik zie 30 minuten staan. Ja, nou, dat is, laten we zeggen, 30 minuten sneller dan ik had verwacht. Ja, joh. Oh, sorry. Even bijkomen. Ja, natuurlijk. Nou, de laatste sprintje er maar uit. Want helpt dat een beetje goede voorbereiding? Ik ben nog niet echt schoolvoorbeeld. Gisteren nog bier gedronken. Dus. Gisteren nog op stap geweest? Nou, dat niet eens. Wel op tijd op bed. Maar ik was eigenlijk een beetje vergeten dat er nog een maand tussen oktober en september zat. Of andersom. Dus ik schrok eigenlijk dat het al zo vroeg was. Maar ja. Nou ja, wel genoten in ieder geval. Ik heb ervan genoten. Aardig, sfeer geweldig langs de kant. Geweldig. Mooi hè. Een mooi druk onderweg. Ze is helemaal doorgelopen tot een drinkpost en dan in één keer door. Ik ben super trots. Ja, want ik zie alleen maar volwassenen hier en daar kom jij mooi even mee over de finish. En voor wie heb jij gelopen? Opa. Voor opa, hè? Want wat is er met opa? Die ligt in het ziekenhuis. En die staat anders bij de finish. En daar kijk ik nou via jullie. Dus dat geeft jullie wel even een extra motivatie. Ja. Je bent al gefinished. Wat zeg je? Ik wou zo even doorlopen. Ja, sorry. Maar plak jij er nog een paar mijl achteraan? Oh, ik wou even sprinten. Want jij bent ook van Sterker Bestaat Niet? Ja, van onze vriend Gerben, die is overleden 3 dagen geleden. En dit is hem, dus we lopen met 15 man voor hem. Dat heeft je vast ook extra kracht gegeven om deze 4 mijl op een goede manier te voltooien? Ja, en ik heb het nog tegen hem gezegd, vlak voordat hij overleed. Ik zei, wij gaan in jouw shirts lopen. Nou, mooier kan niet, toch? Zo, hoe was dat, Marloes? Het was leuk, maar het viel toch ook even tegen. Ja. Ik heb hartstikke goed gedaan. 6,6 kilometer, dat is ook echt een stuk, hè? Ja. Ietsje minder, maar voor mijn gevoel waren het wel 12. Het is weer eens wat anders. Normaal staan we altijd aan de weg. Met muziek doen we al 10 jaar.
Huh? En nu lekker gelopen. En dit is voor het eerst dat we hebben gelopen. Kijk, 25 jaar huwelijk, hè? Hij heeft me gewoon zo gek gekregen. Het is gelukt. Om achter hem aan te gaan lopen. Ik baal ervan, ja. Had ik nooit gedacht. En mijn ogen prikken. En er komt gewoon van zweet. En nergens anders van. Dan zien we jullie volgend jaar weer. Zeker. Ik durf het niet te zeggen, maar het was een goede ervaring. En een fantastisch publiek. U loopt er lekker bij. Ja, we hebben hem ook lekker gewandeld. Hoe was dat? Leuk. Al die hard rennende mensen om je heen. Nou, we zijn op een gegeven moment achter de hekken gaan lopen tot een kilometer ervoor. Toen stiekem over de hekken geklommen. Ja. En wat vond u van de 4 mijl? Ik vond het leuk. Heel gezellig. Is het de eerste keer? Ja, kleine 4 daags is het. Op een manier. Ja, komt echt leuk. En u? En nu? Snel naar de kroeg. To the water, baby.